Nou, er zijn wat problemen met de waterpomp. Tenminste niet met de waterpomp, maar het leidingssysteem leegloopt. Nou zijn er wat problemen bij Knaus. Dat er boorsel zeg maar in de pomp zit. Nou zit onze pomp zit hier achter. En dan gaan we even kijken of we het kunnen vinden. En ja, we hebben garantie, maar ik zeg het, 300 zoveel kilometer heen en weer. We gaan zelf even kijken. We beginnen met deze dopjes eruit te draaien. Aan de bovenkant zit het er ook nog. Aan de kant plaatje eruit. En dan moeten we als goed is bij de pomp komen. Plaatje is los. En daar zit de pomp. Nou, eens kijken of we wat kunnen vinden. Bij de pomp niks kunnen vinden helaas. Dus, we gaan verder op onderzoek. Maar dan binnen de camper. Want aan de buitenkant konden we geen terugslagklep vinden. Die blijkt ergens binnen te zitten. Op een hele handige plek. Het was even zoeken. Maar hier zit de terugslagklep. Ik denk dat daar het probleem zit. En ik hoop ook dat daar het probleem zit. Zo. Gelukkig kan je ook nog lekker mee. Nou, hetgeen wat ik nodig had, zat er dus niet in. In mijn koffertje. Allemaal met een tangetje. Nou, ik kan een paar vakantiedagen opnemen dat dat los is. Kunnen we nu een schroevendraadje erbij halen. Zo. Dat is los. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Ik zal hem even pakken. Dan moet de andere kant nog los. We gaan eens even kijken of dat lukt. Of dat dan de hele camper aan de andere kant uit elkaar moet. Ik ben er een beetje bang voor dat ik van de andere kant er naartoe moet. Auw, dat was mijn hartjes. De draai kan al uit. Yes, 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 yes. Yes. Kijk. Daar zit ons probleem. Boorsel. Zoals ik al dacht. Oké. Probleem gevonden. Nu nog eruit zien te krijgen. Nou, dat is eruit gekomen. Nou, hoop dat de problemen weg zijn. Nou, het probleem was dus boorsel. En daar had ik al zo'n flauw vermoeden van. Boorsel in de terugslagklep. We hebben de terugslagklep er niet helemaal uitgehaald.
We hebben geprobeerd om het zo te doen, dus ik hoop dat het genoeg is. Is het niet genoeg, dan gaat hij er van de week helemaal uit. Maar dan moet ik eventjes een paar slangenklemmetjes hebben. Dus mijn vrouw even kopen vandaag. En ja goed, het watersysteem is helemaal leeg geweest natuurlijk. Ik heb het nu helemaal gevuld. En ja, er zit eerst nog lucht in, dus dat duurt eventjes. Maar we gaan even kijken wat er gebeurt. Nou, helemaal niks. Het scheelt als je de waterpomp aanzet. De pomp klinkt in ieder geval een stuk vriendelijker. Namelijk de boiler is nog vol met water. Dat duurt eventjes. Dat loopt in ieder geval. Even kijken of we geen lekkage hebben. Even voelen. Geen lekkage, dus dat is ook goed. Nou, die loopt. Koude water loopt ook. En nu is het even belangrijk. Het probleem was dus als we bijvoorbeeld 2 uurtjes geen water pakten, dat het hele waterladingssysteem weer leeggelopen was. En dat kwam dus doordat er boorsel in de terugslagklep zat, waardoor die niet goed afsloot, zeg maar. En ja, dan kon het water, omdat de watertank op het diepste punt ligt, gewoon weer terugstromen. Klap, bam, klap. Druk zat in ieder geval. Nou, we gaan het even 2 uurtjes afwachten en dan gaan we kijken wat er gebeurt. Nou, inmiddels zijn we 2 uur verder. Ruim 2 uur verder. En daar gaat hij. Komt er water uit de kraan of komt er geen water uit de kraan? U bent gewaarschuwd als er geen water uit de kraan komt. Ik denk dat we dan even het geluid zachter moeten zetten. Daar gaat hij. Ik geloof dat het allemaal gelukt is, jongens. Nou, bedankt voor het kijken. Ik hoop dat u het leuk vond om een ander soort filmpje te zien van ons. Vindt u de filmpjes leuk? Geef dan een duimpje omhoog. Delen van onze filmpjes vinden we ook heel erg leuk. En abonneren kan natuurlijk ook op het YouTube kanaal. En eventueel op onze Facebook site hebben we ook nog. Mazzel, jij nog wat zeggen tegen de mensen? Nee? Nou. Bedankt voor het kijken. De mazzel.